Dit keer gaat het over systeembord en sensoren. We beginnen met het systeembord. Ongetwijfeld bij jullie op school aanwezig. Thuis niet, maar ik laat op het eind van deze presentatie zien dat je thuis toch wel met een systeembord aan het werk kunt. Maar eerst even het systeembord hier. Je ziet hier drie ledjes, ja, een lichtgevende diode. En zo'n ledje kun je in feite gewoon beschouwen als een lampje. Niet één lampje, maar je hebt dus hier vier lampjes en daaronder een zoomer, oftewel een luidspreker. En zo'n lampje is aan de linkerkant verbonden met een witte stekkerbus. Ja, dus hier kun je een draadje in doen en draadje is dus dan verbonden met het lampje, met de led. Ja, zit dus onder de kap, zit zo'n draadje daaronder. En niet alleen dit lampje, maar ook de andere lampjes en natuurlijk de zoomer. De andere kant van het lampje en van de zoomer, die zijn met elkaar allemaal verbonden en ze zijn verbonden met deze stekkerbus, de aarde. Ja, en je hebt nog meer van die aardebussen. Ja, je ziet ze hier rood omcirkeld en al deze bussen zijn onderling met elkaar verbonden. Ja, dus die is verbonden met die en die is verbonden met de andere twee. Vervolgens kijken we even naar de drukschakelaar. Hier is een drukschakelaar zoals je ziet. Ja, een drukschakelaar, oké, die tekenen we eventjes. Ja, en die is dus verbonden met de gele stekkerbus. Daaronder nog een drukschakelaar. Ja, ook die is verbonden met de gele stekkerbus. De andere kant van de drukschakelaars zijn met elkaar verbonden. En die zijn weer verbonden met de rode bussen. Ja, dus er gaat weer een draadje en dan naar de rode bussen. Dus wat onder de motorkap zit, is dus eigenlijk dit. Nou, dus dit met kap, dit is zonder kap. En wat er ook onder zit, is een spanningsbron. Ja, 5 volt spanningsbron zit in het systeembord. En ja, het langstreepje is de plus. En dus betekent dat de minkant van de spanningsbron, die is verbonden met de zwarte bussen. En de pluskant is verbonden met de rode bus. Ja, dus in dit geval krijg je rood 5 volt, zwart 0 volt. En dan kun je ook meten. Nou, stel je voor, dit is een voltmeter en die sluit je aan op rood en op zwart, dan krijg je inderdaad keurig 5 volt te zien. En als ik hem bijvoorbeeld doe op de zwarte bus en een gele bus, ja, dan krijg ik 0 volt, want dan moet ik eerst de schakelaar sluiten. Sluit ik de schakelaar, dan krijg ik inderdaad 5 volt te zien. Nou, je kijkt al naar het systeembord natuurlijk met kap erop. En je kunt die draadjes aansluiten. En je kunt dus een draadje aansluiten zoals ik hier heb gedaan. Maar zodra de drukschakelaar niet ingedrukt is, zal er niks gebeuren. Nou, er gebeurt wel wat als je een draadje van rood rechtstreeks naar de led gaat doen. Dan zie je dus inderdaad, hè, hier zie je dat die gaat branden. Nou, en als je de drukschakelaar inhoudt, ja, en het andere draadje zou weggaan, dus hè, nu is de drukschakelaar even ingedrukt zo, ja, dan blijft het natuurlijk ook draad branden totdat je de drukschakelaar loslaat en dan gaat hij weer uit. Ja, zo'n systeembord is een automaat, betekent dus dat je hier ook weer hebt het invoerblok, het verwerkingsblok en het uitvoerblok. En je krijgt dus altijd dat er een signaal loopt van links naar rechts. Invoer, verwerking en uitvoer. En die invoer kan van alles en nog wat zijn. Licht, geluid, aanwezigheid, regen, etc. etc. En dat moet worden gebracht in het systeembord. Maar het systeembord wil alleen maar een elektrisch signaal hebben. Die heeft niks aan geluid of aan licht. Dat betekent dus dat er een sensor tussen moet komen. Ja, een sensor die zal ervoor zorgen dat een natuurkundige eenheid, grootheid, ja, dus de hoeveelheid geluid of de hoeveelheid vocht of et cetera, dat die wordt omgezet in een elektrische spanning. En dat is wat een sensor doet. Een sensor die vertaalt een natuurkundige grootheid om naar een elektrische spanning. Nou, stel je voor een temperatuursensor, hè, die geeft een spanning van 2 volt af. Ja, dan heb je natuurlijk nog niks aan, want je wilt weten, hoe hoog is de temperatuur dan? Daar heb je een eikgrafiek voor nodig. Ja, die eikgrafiek die geeft aan van, oké, 2 volt, ah, dat is daar. En betekent dus
dat het een 60 graden is ongeveer. Oh nee, 70 zie ik zelfs. Ja, dus je hebt een eigengrafiek nodig om een sensor te kunnen gebruiken. Weer een eigengrafiek, maar nu even met twee sensoren. Sensoren A en sensor B. En gevraagd wordt nou, ik wil een thermometer maken, een digitaal thermometer. En die werkt tussen de 0 en 100 graden Celsius. Welke sensor kan ik dan het beste gebruiken? Dan vraag ik me eerst af van, stel je voor de temperatuur stijgt 1 graad Celsius. Hoeveel verandert de spanning dan? Nou, hier zijn we bij sensor A. Je kunt het niet rechtstreeks aflezen. Dat is te pieterpeuterig werk. Dus je gaat eerst bij sensor A kijken van, nou, hoeveel verandert de spanning als de temperatuur verandert van min 20 naar plus 200. Nou, dan zie je dus dat de spanning verandert van 0 tot 5 volt. Dat betekent dus dat als de temperatuur 1 graad Celsius stijgt, niet 220, maar 1 graad Celsius, dat je dan 5 gedeeld 220 en betekent dat bij 1 graad Celsius, ja, sensor A een spanningsverhoging geeft van 0,0227 volt. En bij B, hetzelfde verhaal. Bij B, hetzelfde verhaal. Ga kijken weer naar mijn temperatuurverschil. En ik neem nu van min 40 tot 200, zo groot mogelijk gebied. En dan verandert de spanning van iets minder dan 1 tot iets meer dan 3. Oftewel, ja, hier staat het. Hè, de spanning verandert van 0,9 tot 3,3. En mijn temperatuur verandert 240. En betekent dat ik dan een verschil krijg per graad Celsius van 0,01 volt per graad Celsius. Nou, even onder elkaar. En dan zie je dus dat bij sensor A de spanning meer verandert dan bij sensor B. Althans, bij 1 graad Celsius. En we noemen dat gevoeligheid. Sensor A heeft grotere gevoeligheid dan sensor B. Gevoeligheid is de spanningsverandering. Ja, hoeveel de spanning verandert als de invoer, in dit geval de temperatuur, 1 verandert. Dus 1 eenheid, 1 graad Celsius in dit geval. Als je eigen grafiek hebt, kun je de gevoeligheid meten door de helling te meten. Je maakt een driehoekje en dan meet je de helling, de steilheid van de grafiek. Stel je voor, je gaat de spanning meten. Ja, hier heb je voltmeter. En je kunt hem tot de nauwkeurige van 0,01 volt meten. Hoe nauwkeurig kun je dan de temperatuur meten bij sensor A? Nou, ik weet, sensor A heeft een gevoeligheid van 0,0227 volt per graad Celsius. Dat betekent dus dat als je 1 volt zou meten, ja, 1 volt, dat je dan 1 gedeelde 0,0227 hebt. En dat je dan een temperatuurverschil krijgt van 44,1 graad Celsius. Oftewel 1 volt 44,1, oftewel een honderdste volt, krijg je dus een honderdste deel en betekent dus dat je nauwkeurig kunt meten tot 0,441 graad Celsius. Ja, dus iets nauwkeuriger dan halve graad kun je de temperatuur bepalen. En als je sensor B hebt, nou, dat is eenvoudig, want bij sensor B, de gevoeligheid van sensor B was precies 0,01 volt per graad Celsius. Dus als je spanning kunt meten op nauwkeurigheid van 0,01 volt, betekent dus ook dat je de temperatuur kunt bepalen tot 1 graad Celsius. En dan zie je dus dat sensor A gewoon nauwkeuriger is. Een grotere gevoeligheid betekent dus ook dat je nauwkeuriger kunt meten. Wat is de eenheid van gevoeligheid? Nou, je ziet hem hier eigenlijk staan. De eenheid is volt per graad Celsius. Althans, dat is voor de temperatuursensor. Maar als je geen temperatuursensor hebt, maar bijvoorbeeld een krachtsensor, dan is het natuurlijk niet volt per graad Celsius, maar dan moet je de eenheid van kracht gebruiken. En dat is de newton. Dus dan is de eenheid volt per newton. En heb je niet een krachtsensor, maar een lichtsterkte sensor, dan moet je de eenheid van lichtsterkte hebben. En dat is volt per candela. Kun je zeggen van, hey candela, moest ik dat weten? Nee, dat hoeft niet. Maar je kunt hem wel opzoeken. Namelijk, daar heb je BINAS voor. BINAS tabel 4, daar staan heel veel eenheden bij de grootheid. En daar kun je dus lichtsterkte opzoeken. En dan zie je inderdaad dat bij lichtsterkte, kijk, hier staat die candela CD.
We blijven even bij de lichtsensor. Nou, hier zie je een lichtsensor in het echt. Nou, dit is een stukje glasvezel. Nou, daar komt licht in. En het licht gaat via de glasvezel naar een lichtgevoelig weerstand die in het zwarte bakje zit. Nou, lichtgevoelig weerstand. Dit is het symbool. En een lichtgevoelig weerstand, ja, die zal dus dan wezen dat als er meer licht komt, dat je een lagere weerstand krijgt. Dit is de lichtsensor in schemervorm. Ja, je ziet dat je niet alleen LDR hebt, maar je hebt ook nog een vaste weerstand van 200 ohm. Ja, oftewel, ja, hier in dit zwarte kastje, ja, daar zit er dus een LDR en een vaste weerstand. De rode draad zit aan de bovenkant, de gele draad zit er tussenin en de zwarte draad zit daaronder. Ja, zwarte draad 0 volt, rode draad 5 volt en de gele draad, dat is de uitgangssignaal. En daar gaat dus een spanning op staan en dat is afhankelijk van hoeveel licht er op de LDR valt. Nou, stel je voor, er valt dus licht op de LDR en de LDR krijgt daardoor een weerstand van 100 ohm. Hoeveel zou dan het uitgangssignaal zijn? Nou, gaan we even uitrekenen. Nou, natuurlijk maken we dan gebruik van de wet van ohm. R is U gedeeld door I. Oftewel, als ik U uit wil weten, ja, R is U gedeeld door I. Dus U is I maal R. Ja, oftewel, U uit is de spanning over de 200 ohm. Dus U uit is de spanning over de 200 ohm. En U is I maal R. Dus I maal R. En I die door de 200 gaat en R van 200. Oftewel, dit is gewoon 200. Moet ik dus nog even weten van, ja, hoe groot is die stroomsterkte? Nou, ook hier weer de wet van ohm. I is U gedeeld door R. Oftewel, I 200 is gelijk aan I totaal. Maar kijk, het is een serie. En in serieschakeling is de stroomsterkte overal evenveel. Dus de stroomsterkte door de 200 is hetzelfde als I totaal. En I is U gedeeld door R. Dus I totaal is U totaal gedeeld door R totaal. En dat weet ik, want U totaal is die 5 volt en R totaal zijn deze twee bij elkaar opgeteld in serie. Ja? Oftewel, dat is de 100 ohm van de LDR en de 200 ohm van de weerstand. Oftewel, 5 gedeeld 300 en dan kom ik op 16,7 milliampère. En nu weet ik dus I en R en dat vul ik in. En dan krijg ik dus een uitgangssignaal van een 1,7 volt. Nu gaat er meer licht op de LDR branden. Wat gebeurt er dan met uitgangssignaal? Nou, denk even na. Ja. Wat gebeurt er met de weerstand? Als er meer licht opvalt, dan wordt de weerstand kleiner. Precies. En als de weerstand kleiner wordt, wat gebeurt er dan met de spanning over die LDR? Die wordt dan ook kleiner. Ja, want U is I maal R. R kleiner, dan U ook kleiner. En als de spanning over de LDR kleiner wordt, wat gebeurt er dan met de spanning over de 200? Die wordt dan groter, want samen moeten ze 5 volt zijn. Zo'n lichtsensor moet dus aan worden gesloten op het systeembord. Niet zo moeilijk, kleurtjes bij elkaar doen. Dus geel op geel, zwart op zwart en rood op rood. Het kan wezen dat je ook een ander soort lichtsensor hebt gekregen. Dat is zo'n lichtsensor en dat is helemaal mooi, hè, want zo'n ding past maar in één gat. Dus dat moet geen probleem wezen. Goed, stel je voor je wilt een lichtje laten branden. Dan doe je nog een draadje van de andere gele naar het lampje. Hè, want al deze gele dingen zijn, hè, die zijn samen aangesloten. Ja, en deze twee zijn ook samen aangesloten. Dus als je de ene hebt, ja, kun je de andere ook meteen gebruiken. Nou, als er op dit moment nu licht hier wordt aangesloten, ja, moet je even goed kijken wat er dan met het ledje gebeurt. Dus ik ga daar licht op doen. Ja, en dan zie je dat inderdaad het lampje gaat branden. Nou, waarom? Hier komt licht uit. De sensor uitgangsspanning wordt groot. Betekent dus dat het lampje kan gaan branden. Nou,
Dit is ook wel leuk. Hè? De geluidssensor, die kun je meteen aan het lampje doen. En dan ga je eventjes boven de geluidssensor klappen. En ja, zag je hem? Ja, nou, doen we nog een keer. Ja, dus nog een keer klappen. En ja, hij brandde eventjes. Het systeembord kun je prachtig op zolder gebruiken. Maar je komt ook wel eens een keer thuis. En wat nu als je thuis met systeembord wil werken? Daarvoor hebben we het digitale systeembord. En dat kun je thuis installeren op je eigen laptop. Het installeren van een digitaal systeembord is redelijk eenvoudig. Je hebt wel een Windows computer nodig. Apple of Linux, dat werkt niet. Goed, op internet download je het systeembord. En downloaden gaat vanaf deze website. Het is tomsoft.nl/0030. Als je daar naartoe gaat, kom je op deze site terecht. En je ziet, de nieuwste versie is wel redelijk gedateerd, maar hij voldoet nog uitstekend. Dus je klikt hierop en dan download je het bestand. Ik heb voor mezelf al een map aangemaakt, systeembord. Daar zet ik het bestand in wat te downloaden is. Dus ik kies voor opslaan en het bestand wordt gedownload. Je gaat naar het betreffende bestand toe. Ja, je ziet hier weer mijn map systeembord en daar heb ik dit nu ingezet. Dit is dus hetgene wat je aan downloaden bent geweest. Het is een zip bestand, betekent dus dat er bestanden in zijn opgeslagen. Je kunt een bestandje, programmaatje downloaden om zip bestanden mee te bewerken, maar in Windows kun je ook, kijk, dit is het, de map, en als ik dan deze gewoon uitklap, dan ziet je de zip bestand als een aparte map. Dus als ik hier op, dan zie je hier meteen van, hey, deze bestanden die staan in deze. Dus wat doe ik? Ik selecteer al deze bestanden en deze sleep ik naar de map systeembord. Dan pak je hem in feite gewoon uit. Ja, dus nu is je uitgepakt, dus als ik dus nu hier weer naartoe ga, dan zie je dus alle bestanden die in zip bestand staan, die staan nu hierop. Oftewel, deze heb ik nu eigenlijk niet meer nodig, dus die kan ik in feite ook gewoon deleten. Zo. Ja. Dit is het systeembord. Als je deze start, dan krijg je het digitaal systeembord. Kijk, ja, even dubbelklikken. Ja, natuurlijk wil ik hem uitvoeren. Zo. En je ziet, dit is mijn digitaal systeembord. Sensoren, geluidssensor, drukschakelaars. En stel je dus nu voor, ik wil een sensor verbinden met een ledje. Zo, doe ik daarheen. Dan wordt er een keurige draad in gedaan. En er is genoeg licht om het ledje te laten branden. Wil je hem weglaten, dan kun je de muis hierop zetten en dan de rechte muisknop. En dan is hij weg. Geluidssensor doet het ook prima. Ja, geluidssensor. Even naar een led toe. Daar naartoe. Zo. En als je dan maar hard genoeg praat of een lawaai maakt voor je microfoon. Let op, zo. Ja, dan zie je dus dat hij eventjes oplicht. Oftewel, een digitaal systeembord heb je nu tot je beschikking. We gaan daar verder nou wel eventjes verder mee aan de slag. Tot zover eerst eventjes de installatie, even het draadje wegdoen. Zo. En we sluiten eerst ook eventjes het digitaal toetsenbord, systeembord. En dat was het weer. Tot ziens, tot een volgende keer.